Wat een paddy salie, pepe, olie. Lekker geboekt? Ja. Ik heb een on-the-go broodje. Ik heb een relatie en het is... Het gevoel heb ik nog nooit in mijn leven gehad. Als jullie dit recept eens gaan namaken... Het zijn allemaal strakke broeken. Het was alweer het laatste dagje. Morgen blijven we thuis, gaan we wandelen, schoonmaken. Klaarmaken voor uit eten. Ik ben super bruin geworden. Dit pak is een hele oude van H&M. Ik moet me nog even opmaken. Dat vind ik altijd wel leuk als je uit eten gaat. Vroeger had ik dan ook vandaag make-up opgedaan, maar dat doe ik niet meer. Daar komt mijn moeder. Maar ik doe het wel als ik uit eten ga. Leuk pak is dit, hè? Ja. Dit pak. Oeh, is het warm. Nu even opmaken. In de auto ga ik me even opmaken, maar dit pakje heb ik dus aan. Want papa zegt dat hij het heel mooi vindt zonder make-up. Dat vind ik al schattig. Maar als je op vakantie bent, heb je ook minder make-up nodig. Oh, hoe jij eruit ziet. Dat is gewoon niet normaal. Ik vind het echt zo mooi. Maar dat heeft iedereen als hij 3 dagen op vakantie is geweest. Nee hoor. Niet normaal. Nee. Nou, dat was even het peper in je reet. Hoe noem je dat? Peper in je reet van je ouders. Nu moet ik... Oh, mama gaat nu haar onderbroek aandoen. En ik zie helemaal niet hoe ik uitzie, want het is super donker. Boy, yo. Mama heeft bruschetta. Ik heb dit ook, want ik heb heel veel honger, maar dat komt nog. Papa heeft allemaal kazen. Lekker hè? Oh, wel heel lekker ook, ja. En ik heb dus een carpaccio, maar echt wel een bijzondere. Wat is het compleet? Dit is een soort kaas. Oh, daar komt nog de bruschetta. Lekker hè? Wat een paddy sali, pepe, olio. Een carpaccio. Ja! Si. Ik weet niet si, doei, welke taal ik moet spreken. Grazie, is dat het? Ja. Si. Si? Ik heb een beetje olijfolie en zo erbij. Grazie. Prego. Wat vindt hem hier het lekkers? Omdat ze hier krijgen, olijfolie, kan je niet... Jeetje. Papa, mama zei al dat het heel weinig was, maar het is wel heel lekker met ricotta en spinazie. Lekker. Smakelijk, jongens. Oh, schommelen met de camera is super eng. Is wel echt tof hoor. Hoe heet het hier? Dan weten mensen dat. Chaka Beach. En het staat hier ook bij. In Vira. Hier, share your picture. Instagram. En Chaka Beach. Oh. Facebook. Een foto van maken. Nice. We zijn weer thuis. Helemaal gaar. Echt de ultieme laatste vakantiedag. Morgen hebben we dus nog een hele dag, maar... Vandaag was echt een beetje de laatste vakantiedag met uit eten, strand. En morgen blijven we lekker thuis opruimen, wandelen. Ik was hier natuurlijk heel kort, maar gewoon helemaal vakantiegevoel in een paar dagen. Echt heerlijk. Heel blij mee. En dit pakje is zo leuk. Zo blij mee. Heel oud. En nu klaarmaken om te gaan slapen. Lekker geboekt? Ja. Oh, je ruikt het heel erg. Ik kom zo, hoor. Dat heb ik te weinig beelden van ons. Waar ik van kan genieten als ik terugkijk. Huh? Vind ik leuk als ik terugkijk dat ik beelden van mijn ouders heb. Maar je hebt nu mascara op. Ja, maar in deze spiegel heb ik hele... Je ziet dat ik heel moe ben. Heel erg gewallen. Ik ben ook moe. Ik ben heel moe. Ik ook moe. Het is ook een ontlading, weet je. Mm-hmm. Je moet ook op de vlog. 5%. Ben je al gewend aan mijn blonde haar? Mm-hmm. Helemaal. Mm-hmm. Dat is wel een goed teken. Normaal vond je het niet mooi, hè? Ik vond het wel heerlijk. Omdat de boven op je hoofd niet zo erg. Het is best goed geverfd, toch? Mm-hmm. Toch ook van achter? Mm-hmm. Ik loop niet voor paal. Ja, het zit nu heel mooi. Een beetje door de zon. Door de zon en de zee. Nee. Boek. Kijk, droomboekje. Nee. Nee, nee, nee. Nou, poets uit voor rare tanden. Zo raar. Dat ik onder het schuim zit. Hoe poetsen jullie dan? Zoals ik? Netjes of zoals mama? Kijk, zo lekker.
Hoofd, veel bellen. Wil je graag een baard? Veel bellen. Wil ik ook. Waarom heb je dit? Dat is heel slecht voor je huid. Ja, ik wil branden. Doe weg. Oh, onze toonhoogte is verschillend. Heel irritant. Jouw is heel hoog. Heb jij ook een klein beetje wel opgezet buik weer, dat eten? Nee, dat is goed. Oh, die twee tonen hoor, heel erg. Eigenlijk ben ik hier nog helemaal bruin. Ik heb alleen dit plekje blond gedaan. Kijk, mooi. Expres gedaan. Best goed, hè? Mm-hmm. Voor een amateur. Mm-hmm. Echt goed. Ik vind het wel heel leuk dat iedereen zegt dat het dan mislukt en dat het dan toch lukt. Dat vind jij toch ook leuk? Mm-hmm. Daar houden wij altijd van. Hoe meer mensen zeggen dat we het niet kunnen, hoe meer we het wel gaan proberen. Dat is juist niet. Zo. Ik vond dit heel leuk. Deze sieraden. Allemaal van Kumwa. Deze ook. Maar die batterij leeg was? Ja, bijna. Dit is voor mijn bruiloft. Ik heb hier... Au. Ik ga toch trouwen, man? Ja, ik heb hier... Zie je, hier is mijn stiekje wat ik vandaag miste. Zo lekker dat roze water. Wat? Water? Het aanrecht. Misschien van de kop thee die neer werd gezet? Moet ik nou ook weer doen? Oh ja, ik heb geen make-up remover. Dan doe je me... Ja, dat doe ik reinigingsmiddel. Maar het duurt echt heel lang. Hier staat mijn dat. Niet van mij. Ik heb niks gedaan. Ook niet van mij. Ah, ik krijg geen eens weer kram. Gebruik je mijn badjes? Ja, ik had niet hoor. Ik vind ze fijn, hè? Misschien. Nee, ik vind ze niet zo fijn. Wel hard. Accu leeg. Hallo. Ik zit lekker buiten te chillen. Een beetje te werken op mijn laptop. Dan ga ik lekker een broodje eten met... Ik moet zoveel editen. Maar ik heb er ook echt zin in. Ik ga je trouwens nog roemer. En this is the view. Heerlijk hier. Lekker cool. Het is 36 graden vandaag. Hallo jongens, welkom bij mijn vlog. Er is allemaal steekvliegen beneden. Dus ik ga even hier zitten. En ik ga even iets proeven. Oh, die vermissen hebben allemaal chocola achtergelaten. En ik hou dus niet zo van chocola. Maar natuurlijk ben ik wel nieuwsgierig. Kijk, hier kan je op het balkon. Boven is geen balkon. Oh, ik heb helemaal niet echt het huis laten zien dit keer. Maar dit kun je dus ook huren. Deze verdieping. Dit is verhuren, papa en mama. Ik zal het even snel laten zien. Heel chill, gewoon heel modern. Badkamer. Hier is een slaapkamer. Hier is dan je eigen voordeur en daar ga je naar boven naar papa en mama's gedeelte. En hier is nog een slaapkamer. En het is allemaal heel chill en heel luxe. Een hele mooie keuken. En dit balkon is echt prachtig. Nou, dit wordt dus verhuurd. Het zit wel vaak al vol, maar ik zal wel even een linkje zetten. En nu? Hier beneden zitten dan papa en mama. Oh, nu zitten ze er niet. Ik heb net lekker mijn haar trouwens gewassen. Vertellen natuurlijk. Ik heb eerst kruidvat, dat kleine dingetje, die color refresh gedaan. Die is volgens mij zo heel goed. Die heb ik eventjes op droog haar ingedaan. 5 minuten laten zitten. Toen mijn laatste restje fudge, hetzelfde mee gedaan. Toen het masker, wat er nog bij de verf zat, die is nu op. Even laten intrekken. En ik ben echt best wel tevreden met de kleur. En nu ga ik de chocola proeven. We hebben dit. Ik ga het even, het is niet zo handig. Ik moet even neerzetten. Kan ik wat chillen voor Amazon? Ik ga nu Oliver chocola proeven op de camera. Het eerste hebben we witte. Met. Ik denk gekarameliseerde nootjes. Dit is heel lekker. Maar ik hou heel erg van wit. Dan hebben we. Deze heb je nog ook gewoon in Nederland. Die hoef ik niet. Hoef ik ook niet. Dan hebben we. Deze. Die wil ik wel proberen.
Dat is dit. Echt maar net biesvers. Nou, ik hou gewoon niet van chocola. 6% pistache. Wow. En dan hebben we... Dan hebben zij zoveel chocola gekocht. Deze? Soms zeggen mensen dan, als je het niet lekker vindt, dan proef je het dan maar. Het is gewoon leuk om te proeven. Deze vonden ze denk ik niet zo lekker. Maar deze is altijd wel lekker. Ik snap gewoon niet dat mensen eigenlijk van chocola houden. Nee. Nou, dat was het. Ik vind dat gewoon niet lekker. Ik bedoel, ik lust het wel. Deze is wel lekker trouwens. Ik hou wel van chocopasta. En witte bonbonblok vind ik heel lekker, maar dit doet me echt niks. Laat me even weten. Volgens mij zijn er zo weinig mensen die niet van chocola houden. Even weten of jij wel of geen chocoladefan bent. Dit vind ik overigens wel heel lekker hoor. Dit. Dit is gewoon super lekker. Nou, nu leg ik het weer in mijn koelkast. Het jurk is trouwens van Comois. Maar die is er niet meer. Ik krijg zo vaak de vraag, waar is dit van, waar is dat van? En heel vaak is het dan dus van Comois. En dan moet ik altijd zeggen, ik heb het niet meer. Ik heb natuurlijk best wel een kleine collectie. Dan moet ik gewoon echt in de gaten houden. Ik kan zomaar zijn dat ik een half jaar weer niks spannends heb. En dan neem je weer een heel leuk, zoals dit jurkje. Maar ja. Ik ga even met water hier lekker editen. Dit is wat ik zie. Prachtig, hè? Waar zijn de padden? Oh, dat zijn er niet. Ik weet niet waar ze zijn. Oh. Papa heeft sla gemaakt. Laatste avondmaaltijd. Uitzicht? Ja, dat zie je elke keer al wat uitzicht. Wat jij aan het hebben, wat jij gegeten? Hoi, ik doe met Ruben en Sjors. Oh nee, toen. Weet je dat we met Olivier en Melissa iedereen hier gegeten hebben? Behalve toen we de pizza hadden, omdat papa dan CSM nee moest. Ik vond het ook jammer dat we hier niet aten, maar waarom eigenlijk? Oh, dat was te veel werk. Nee, door die pizza omdat het dan... Eergisteren. Ja, ging wel uit eten. Nee, ik bedoel eergisteren. Nee, uit eten. Niet. Wel, pizza en uit eten. Twee kaart eten geef. Ja, en pizza. Eergisteren. Aardappeltjes. Altijd dan boven. Maar... Oh, dat weet ik helemaal niet. Huh? Oh, wat is dit er allemaal? Dit is dus koken met restjes op de laatste avond. Vet cool. Nou, niet helemaal hoor. Ook wel. Wel toch? Echt. Wil jij met je puree? Ja. Zoiets? Lekker. Ik hou hier wel van weer even normaal eten. Ik ook. I like it too. I like it so very, very, very much. Me too. I agree. Lekker. I agree so much. Wil je meer shot? Nee. Zo, kwart voor zeven. Doei huis. Daar gaan we. Waar wel. Oh, 7:00 inmiddels. Doei. IJsje. Ga dan even werken om te geven om het ijs sturen. Oh, lekker. Ik heb bijna nooit zin in een ijs, maar nu wel. Nou jongens, ik heb een on-the-go broodje gekocht. Dat was 4 euro. Niet dat ik het heel lekker vind, maar... Ik vind het altijd leuk om geen broodjes meer en onderweg iets te testen. Dus ik heb het saaiste broodje met gouda en tomaat. 451 calorieën. Volgens mij is het best wel lekker. Het ziet er best wel lekker uit. En het is nu 2:00. Het is nu inmiddels zitten we in de mensen die al 8:30 weg zijn. Heb je nu Venlo of Weesp op de navigatie? Nog steeds Weesp. Nog steeds Venlo. Oh, dan is er 1:30 bijgekomen joh. Ja. Oh, 42 minuten file. Het is nu 4:30 Venlo. We komen nu steeds meer in de drukte van mensen die zeg maar 1 uur later weggingen. Ja, het was eerst 4:00 Venlo. Ja. Maar hoe vaker je stopt, hoe meer je natuurlijk uiteindelijk met die mensen meekomt. Ik ga het broodje reviewen. Het is heel sompig. Tot hier ongeveer is hij heel nattig. Het is op zich wel lekker brood, maar het is echt helemaal nat. In Nederland doen ze dat wel beter. Er zit een soort van paprika, gepureerde paprika op. Met stukjes tomaat. Het is op zich wel een gezonde variant of zo. Maar hij is wel oké, maar hij kan beter. Ik snap niet waarom hij zo nat is. Heb je daar de datum dit? Ja, 14 augustus.
Dit wat ik hier eet is echt heel sompig. Lang, hè? Hey jongens. We zijn er. Het is 6:30. Op mama hebben we op station Weesp afgezet. En ik ga dus niet naar huis. Ik rij nu langs beide. Ik heb natuurlijk een hele rit erop zitten. Dus je bent dan best wel gaar. Maar ik ga nu weer door. En daardoor ben ik alweer vergeten dat ik net gewoon 11 uur in de auto heb gezeten. Super raar. Ik ga namelijk... Jullie gaan dit echt niet begrijpen. Ja. Ik ga naar mijn vriend. Ik heb een relatie. En het is met haar. En ik kan het heel slecht aan jullie uitleggen. Heb ik al eerder verteld, Haas voor mij gewoon de liefste van mijn leven. Maar ik heb het 2 keer met hem uitgemaakt. De reden daarvoor is dat hij een lastig verleden heeft, lastige situatie op dit moment heeft. Waardoor het gewoon nog zo lang ging duren voordat hij zich aan mij kon gaan binden. Met echt een reden. Niet wat jullie denken, echt onzin reden, een echte reden. Misschien kan ik dat later ook wel vertellen, weet ik niet. Maar dat was zo'n impact naar het verleden dat hij zich niet kon binden. Emotioneel gezien niet en feitelijk gezien niet. Op het moment dat hij besefte van, hey, wat ik al langer besef. Dit is zo bijzonder, dit wil ik niet kwijt. Dus ja, ik ga zichzelf gaan werken. Daar was hij al mee bezig, maar nu in een rap tempo. En ja, ik, hoe en wat ga ik niet allemaal nu vertellen. Maar dat is echt, echt zo. En nu is het eigenlijk perfect. Ik merk dat andere mannen konden me gewoon niks doen. Ik ben nog, ja, ik hou te veel van hem. We hebben het echt heel goed ook samen, maar ik trok het niet meer. Dat hij mij die toekomst niet kon geven, die zekerheid, samenwonen, kindjes, dat soort dingen. Dat zit er nu wel in. Hij heeft dat nu ook het licht gezien. Dat is heel erg mooi. En ik ben super verliefd en hij ook. Het is eigenlijk alsof het een beetje opnieuw begonnen is allemaal. En ja, ik heb niet zoveel. Ik ga het ook verder nu niet helemaal uit te leggen. Dat is de studiestatus. Sean zit nog in mijn huid met Molly en ik ga nu naar mijn vriend toe. En hij heeft heel lekker eten gehaald. Hij is echt fantastisch. Hij is helemaal opengebroken. Doordat hij aan zichzelf aan het werken is. En de trauma's uit het verleden aan het loslaten is. En het wordt echt een perfecte relatie. We kunnen ons gewoon niet, we kunnen niet wachten op wat de toekomst nog meer gaat brengen. We zijn echt samen gek op elkaar. Dus... En hij zal waarschijnlijk ook in de vlogs gaan komen. Maar heb ik nog even geduld. Toen ik het voor de eerste keer uitmaakte toen en daarna weer bij hem terugging, toen wilde ik eigenlijk lang de tijd geven om aan bepaalde dingen te werken. Maar toen ik het de tweede keer uitmaakte, toen heb ik het in die 3 maanden heb ik me gerealiseerd dat het me toch te lang duurde. Dat ik toch niet met die onzekerheid verder kon. Omdat ik dan niks kan opbouwen met hem. Omdat hij zich emotioneel niet echt goed open kon stellen op het moment zelf. Maar ook geen toekomst kon bieden. En toen ik het dus de tweede keer uitmaakte, heb ik ook gevraagd. Van ja, weet je, kun je dit en dit wel bieden op korte termijn? En toen heeft hij ook gezegd, dat is echt een lieve schat, van ik weet dat niet. Ik ga je geen valse beloftes doen, want ik wil jouw tijd niet verspillen in die zin. Dan ben ik je liever kwijt dan dat jij je tijd erbij bent, zeg maar. En samen heb ik toen besloten om er toch weer een punt achter te zetten die tweede keer. En toen ben ik natuurlijk gaan daten. En hij heeft het toen heel zwaar gehad en zich beseft dat hij mij echt niet kwijt wil. En ondertussen is hij aan zichzelf gaan werken, dus dat ging eigenlijk tegelijkertijd samen. En toen heb ik gezegd, want hij weet ook dat het gewoon de liefde van mijn leven is, maar ik kan alleen met jou nog een keer opnieuw beginnen als we echt 100% voor elkaar gaan. Als je dit, dit en dit wil in de toekomst en dit, dit en dit nu kunt bieden en voelen, zo niet dan niet. En ik had niet meer gedacht dat het eigenlijk zou gebeuren binnen de tijd die ik daarvoor heb gegeven. Had hij ook niet verwacht, maar het is toch gebeurd. En eigenlijk alles wat ik... Er waren gewoon een aantal hele belangrijke punten voor mij die ontbraken. En die zijn er nu. Wat betreft nu en wat betreft de toekomst. Wow, iemand gaat me rechts inhalen terwijl ik ook naar rechts wil gaan. Het is om niet te geloven. Misschien geloven jullie het niet. Prima. Zelfs vrienden, familie, niemand kon het geloven dat dit gebeurd is. En wij samen ook niet. Maar het is echt prachtig en het is echt top. En... Er zijn nog steeds dingen die spelen in zijn leven die we nu samen, ja, die opgelost moeten worden. Maar dat doen we als een team. En ja, qua gevoel is het er nu. Vanuit zijn kant ook en vanuit mijn kant nog meer. We zijn gewoon heel erg verliefd. En houden heel veel van elkaar en willen elkaar echt heel graag zien. En bij elkaar zijn, het is gewoon helemaal veranderd. Bij hem voel ik me echt fantastisch. En ja... Ik heb goede keuzes gemaakt. Ik ben gewoon trots op de keuzes die ik heb gemaakt. 2 keer dat ik het heb beëindigd. Maar ook weer de keren dat ik het toch weer aan heb gedurfd om bij hem terug te gaan.
is niet uit zwakte, want de keren dat ik met Rup terug ben gegaan, was het wel een soort zwakte van ik kan niet zonder je, maar dat was geen goede relatie. Maar met haar is het een super goede relatie. Er miste alleen een paar essentiële dingen en dat had een reden. Dat wist ik ook, maar ik trok dat niet meer en ik wilde voor mezelf kiezen. En die redenen zijn nu weg, of we gaan het oplossen. En het gevoel is er, dus nu doen we dit samen, wat er nog gedaan moet worden bij hem. En ik ben gewoon helemaal gek op hem en hij op mij. Helemaal verliefd, dus ja, ik kan me niet meer voorstellen dat het gaat stoppen. En dat kan hij ook niet, dus het is eigenlijk gewoon geweldig. To be continued, jullie worden op de hoogte gehouden en hij zal geen mystery man blijven. Maar ik geef hem even de tijd om hier aan te wennen. Dus, ciao. Maar weer verliefdheid, wederzijds is. En ook nog eens houden van. En ook nog eens het samen willen van een toekomst. Het is echt het fijnste gevoel op aarde, dat is niet normaal. Het maakt je zo intens. Verliefdheid is zeg maar een heel rustig gevoel. Maar verliefdheid in combinatie met het houden van en een toekomst. Het gevoel dat ik nog nooit in mijn leven gehad, deze zekerheid. Oh, hij belt me. Als hij me belt, ben ik altijd blij. Hallo? Hey, hallo. Hallo. Ik ben nu bij haar. We hebben deze wijnhuis van de Dirk. Hij ziet er heel mooi uit. Hij is wel lekker, maar hij is niet heel bijzonder lekker. Dit is mijn cadeau. Superleuk cadeau. En ik word nu geëid op dit moment. En dit is ook een cadeau. Goedemorgen. Gisteren was echt zo leuk. Het voelt echt alsof alles nieuw is. Alsof ik wel die vertrouwde band en houden van en zo wat ik al had. Maar als iets zeg maar wederzijds is, dat iemand net zo gek is op jou als jij op hem. Nou, het is niet normaal. Ik weet niet wat me overkomt. Dit gevoel heb ik nog nooit in mijn leven gehad. Dit fijne, verzekerde, veilige gevoel. En ik ben echt helemaal verliefd. En dat kan ik ook van hem zeggen. Dat is echt zo leuk. Nu heb ik lekker heel rustig ben ik opgestaan. En nu ga ik lekker eitje à la haan maken. En koffie. Hij heeft allemaal lekkere boodschappen gehaald en zo. Vanavond gaan we heel lekker eten. Dat zouden we eigenlijk gisteren eten. Maar uiteindelijk hebben we hier op zijn balkon op de steiger gezeten. Want er wordt hier de vroege worden hier gedaan. Met rode wijn en nootjes. En toen hadden we uiteindelijk was het super laat. Dus we gaan vanavond lekker salade maken. Gisteren zei ik in de auto, ik heb vet veel zin in Oosterse salade met biefstukpuntjes. Dus dat heeft hij allemaal gekocht. En ik ga lekker yoghurt een beetje editen. Het schema weer. Ik loop denk ik even naar de supermarkt om nog een flesje wijn te halen voor vanavond. En hij is dus werk. Hij komt pas 5:30 thuis. Maar ik blijf hier. En wat het ook is, zeg maar. Ik weet niet wat ik al allemaal kan vertellen. Ik weet niet, ik moet even met hem overleggen wat ik allemaal al kan zeggen. Wat ik zelf al wil zeggen. En nu ga ik ontbijt maken. Ik was al aan het eten, maar eitje, lekker. Koffie. Hallo. Wij gaan nu bij Hazen ouders eten. Wanneer mag ik echt je naam ooit vertellen? Wij gaan bij zijn ouders eten. Want ik belde hem net toen hij uit het werk kwam. Toen zei ik, wil je bij je ouders eten? En toen ging hij zo, wow, we hebben super chillen back. Oké, we zijn er, doei. Kijk jongens, mijn ouders zijn in de libellen. Ik moet even schijnen met licht, want het is weer een beetje donker. Omdat ze dus elkaar leren kennen via een dating show. Super leuk, kijk. Ik zal het wel even, als je het op pauze zet, kan je het lezen. Leuk hè? Echt heel schattig. Best wel mooie styling. Hey, papa ziet er hier wel anders uit dan in het echt. In het echt vind ik papa mooier. Dit is weer een ander stijl. Goedemorgen. Gisteren was het echt super gezellig. Ik ben gewoon echt heel erg gelukkig. Het is zo fijn. Ik wil ook echt niet meer weg. Het is zo fijn om samen te zijn. Vandaag blijf ik nog een dagje. Vandaag is hij wat eerder klaar uit zijn werk. Ik hoop dat we lekker het zonnetje even ingaan. Super mooi weer. Zijn vader komt hier even zo naartoe om mij te helpen voor iets met mijn werk. Wat ik al heel erg lang op papier moet zetten. En wat ik nu eindelijk eventjes ga doen. Waar ik al een tijdje tegenop zie. Hij zei, ik ga je wel helpen. Ik wilde daar weer naar zijn ouders toe gaan. Maar ik heb lenzen besteld en die worden hier bezorgd. En die moet ik wel aannemen, want morgenochtend ga ik alweer weg. Ik ben even met Lotte aan het praten over verjaardag. Want Lotje wordt bijna 30. En ze was even aan het nadenken of ze het moest vieren. En ik vind dat ze wel moest vieren. En hoe en wat. Ik wilde eigenlijk een surprise party, maar daar houdt ze niet zo van.
hier zijn ze bezig met de vogel op het balkon, dus ik heb het gordijn dicht, want anders zien ze mij in mijn pyjama zitten. Ik ben nog even een beetje bezig met vlogs, editen, online zetten en dan over 2 uurtjes is de vader er. Ja, voor 2 uurtjes, dus ga ik eventjes zo me aankleden. En dan als ik klaar ben met zijn vader, komt haar alweer. Ik ben echt, jongens. Ik ben heel benieuwd hoe jullie gaan reageren. Ik snap het best als een aantal van jullie iets hebben van Charlotte. Serieus, voor de 3e keer een kans. Maar ja, ik zou het jammer vinden als er negatieve reacties komen. Maar ik weet gewoon dat het goed zit. En ik snap dat jullie ook de tijd nodig hebben om dat een beetje te gaan geloven. En als jullie me pas straks gaan zien en zo ook. Maar het is bizar wat er veranderd is. Dus ik hoop dat ik daar ooit wat meer duidelijkheid over kan geven. Maar ik wil natuurlijk ook wel zijn privacy gewoon respecteren. Ik heb het er ook niet met hem over gehad. Niet heel erg. Behalve dat hij wel op een gegeven moment op YouTube wil. Ja, ik ben gewoon super gelukkig, joh. Dus. Hallo, zijn vader is net weg. Ik ga nog even zelf door. En hij komt over een uur thuis en dan gaan we waarschijnlijk even hier naar een strandje. Dus ik ga nu die salade die we wilden maken. Die ga ik nu dus maken, zodat we die dus mee kunnen nemen naar het strand. Vet lekker. Gemengde salade doe ik erin. Tagé. Julienne reepjes. Zit ook een beetje door de sla, zie ik. Misschien haal ik de binnenkant eruit. Dat vind ik altijd wel lekker als je niet meteen opeet. Want anders wordt die best wel waterig. Dan haal ik het meeste van de binnenkant er even uit. Zo meen je het. Ik ga nu de dressing maken. Maar het geen olijfolie, dus ik heb de olie uit een bakje verse olijf van Albert Heijn gebruikt. Er zit er ook al knoflook en peper in. En dan heb ik hier een shallotje fijn gesneden, knoflook, gember en rode peper. En dat ga ik nu even bakken. Dat is wel veel. Omdat ik nu best wel weinig olie heb, maar ik ga het gewoon zo proberen. Een paar minuten. Nu ga ik een hele limoen uitpersen. En sojasaus toevoegen en honing. Ik voeg ook wat sap toe, wat uit het bakje is gekomen met de mango en de druiven. Dat heb ik zelf bedacht. Dan ga ik dit laten prutteren. Ik heb dit nog nooit gemaakt hoor, trouwens. Hallo allemaal, wij zijn nu in een parkje aan het chillen. We gaan nu chillen. En we hebben een barbecue. Deze wijn. Bekers. Had ik al verteld dat mijn ouders in de libellen staan. En hier heb ik dus al het eten. Ik ga eens even wachten op het vlees. En de dressing is heel lekker geworden. Kijk, die noedels zijn nu helemaal gemarineerd. Dus het gaat echt restaurantwaardig worden, denk ik. Heel lekker. Oh my god, dit is echt goddelijk. Zo lekker. Echt heel goed. Van de Dirk. Van de Appie is vaak taai. Deze niet. Mijn is net iets lekkerder dan jouwe. Iets rooier volgens mij. Wow. Als ik die ook nog gemarineerd had, maar nu zit er een barbecue smaak aan. Dat is heel lekker. Oh, de cashewnoten. Ik zeg het niet vaak, maar als jullie dit recept eens gaan namaken, je moet het echt doen. Het is goddelijk. Het is echt normaal lekker. Die dressing is ook fantastisch. Hier hebben we nog meer. Het is echt heel, heel, heel lekker. Ik ben een slak aan het redden. Ik was er bijna op gaan lopen. Doei slak, fijn leven. Hij is echt 6 keer kleiner geworden sinds ik hem heb gered. Ja, hij was echt zo lang en toen werd hij nu zo. Als kind ging ik altijd ook naaktslakken rennen in Frankrijk. Het is 7:45, haast weg. Ik ga hem zo erg missen. Het voelt nu echt anders. Ik wil nu echt nog meer bij hem zijn. Omdat het gewoon zo fijn is. Oké, het is 9:00. Ik ben alweer klaar, joh. Ik had heel veel last van mijn darmen afgelopen dagen. En vandaag is eindelijk alles weer een beetje beter. En ja, ik ben klaar om te gaan. Waarom niet? Ik heb echt dit jurkje aan.
Grappig, ik had hem dus gekocht en nooit gedragen. Hij is van de Mango. De Weekamp besteld. Best wel goedkoop. En ik heb hem dus sinds ik hem aan heb gedaan hier de hele tijd gedragen. Omdat ik ook gewoon verder niet echt geschikte kleding mee heb. Alles van vakantie vind ik dat net een beetje te vakantieachtig voor Nederland. Maar het staat zo mooi, deze rode kleur. Zo leuk staan. Echt super leuk. Ook met het jasje. Top. Ik heb maar één laagje mascara op en mijn wenkbrauw. Verder niks op mijn gezicht. Want deze week super mooi weer. Dus ik moet echt lekker bruin blijven. Zongebruind. En dan ga ik lekker weg. Ik heb echt nog helemaal geen plannen voor deze week. Ja, een beetje vaag dingen die ik wil gaan doen. Maar het is natuurlijk pas een Wednesday. En volgende week moet ik gewoon al naar mijn werk. Maandag nog niet, maar vanaf dinsdag wel. Ik moet heel veel doen in mijn klas. Meestal blijf ik dus veel langer hangen op de dag dat ik wegga. En dan gaat hij naar zijn werk, ga ik nog slapen, ook als ik op de dag dat ik naar huis ga. Het is zoveel chiller, het is nu gewoon 8:45. Ik ga nog even hier lekker boodschappen doen, even naar de Action. Het is nog niet zo heet, deze auto wordt echt kokend heet. Lotte en ik willen ook zaterdag naar een strandje, maar het wordt zo heet. En dan als ik ergens naartoe moet rijden, langer dan 20 minuten, eigenlijk dan na een paar minuten. Het wordt gek, het is bloedheet echt. Maar heerlijk, lekker. Ik was net dus verdrietig. Maar dat is nu weer weg hoor. Wow, leuk haar. Hallo, ik ben nu thuis in Muiden. Maar ik ga even mijn vakantiespullen even wasje draaien. Nieuwe spullen pakken. Bolly pakken. Dat soort dingen. En dan ga ik weer richting H. Er is namelijk iets vervelends gebeurd bij hem. Allemaal te maken met waarom het allemaal eerst niet werkte. Maar dat speelt nu. Dat is gewoon lastig. En daardoor wil ik er voor hem zijn. En daardoor ga ik zo weer terug met Bolly. En ik weet niet hoe lang ik dan bij hem blijf. To be continued. Fluff! Het huis is zo netjes. Heeft Shannon zo goed weer gezorgd, Fluffje? Jeetje, hij was zo blij toen hij mezelf. Ik vind het wel leuk dat hij nu een vaste oppas heeft. Ik denk... Vroeger vond hij het niet zo chill, maar volgens mij is bij Shannon altijd wel relaxed. Maar ik ben zo blij dat ik er weer ben, hè? Maar zo, gaan we weg naar H. Gaan we in de auto. Het wordt wel een beetje heet, Fluffje. Ja. Gaan we wasjes draaien even? Pff, het gaat bloedheet worden. Ah, hij heeft geen airco. Ik heb een pakketje. Glimmerpakketjes, zeg ik altijd, maar het is echt zo. Kom eens, Fluff, op mijn schouder. Deze zat in mijn brievenbus. Die had ik laatst dus gekocht toen ik ziek was. Maar ik dacht dat het niet geleverd was, maar het zat in mijn brievenbus. Zullen we dat niet doen? En ik heb iets van Body Shop, wat echt helemaal bij mij past. Het zijn Hair and Body Mists. Lime en matcha, pink pepper en lychee, lychee, coconut en jutsu, en apricot en agave. En ik weet dus niet wat dit zijn. Als dit blush is, vind ik het heel leuk, maar volgens mij is dat het dus niet. Dôme de parfum. Maar waarom blauw parfum? Dôme, wat dôme? Dat is gewoon de vorm, denk ik. We gaan eens ruiken. Het ziet er super leuk uit. Ik ben echt geobsedeerd. Ik heb altijd sprays bij me. Deze ruikt vrij sterk. Lekker. Een beetje naar zonnespray die naar kokos ruikt. Zonnebrand. Wel heel sterk allemaal. Ook lekker. Het is heel sterke geur. Even wennen. Ik weet niet hoe het ruikt als je op je haar doet. En. Grappig, het ruikt gewoon echt naar parfum. Oh, die is wel heel lekker fris. Het is even wennen, het is namelijk niet zoet. En al die sprays zijn altijd super zoet. Oeh, het ruikt heel lekker, maar... Het is gewoon zo'n parfumstick. En je ziet het niet. Grappig. Leuk. Thank you, Body Shoppy. Doe even een duimpje omhoog als je Bolly's groep niet gemist hebt. Red Action heb ik gekocht. Zo. Hair treatment. Amandelolie. Ik kon niet vinden hoeveel amandel erin zit. Waarschijnlijk heel weinig. Maar het is voor mijn cover remover en als een haarmasker. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dit vind ik teerspray. Hele leuke en lekker ruikende shower gel. Nog één. En ik ben echt gek op Zwitserland. Dus een 30 factor voor je gezicht van Zwitserland. En dat was het. Welkom bij Vraag Elke Dag Hetzelfde. Ik ben spontaan onderweg naar Lot. Even kort, vond de vorige keer heel chill. Die dacht dat ik ziek werd, zeg maar. Even 2-3 uurtjes met Lot, terrasje. Dan even een uurtje naar mijn oma. En dan naar H. En dan morgen weer
morgen weer naar huis. Alles ligt lekker een beetje bij elkaar in de buurt, dus dat is chill. En daar heb ik zin in. Lutje heeft ook de camera in haar hand. Het is zo mogelijk. Maar ik zei tegen jou, ik moet naar rechts, maar ik moest naar links. Ja, we hebben elkaar gevonden. Hallo. Oh, hier is Amanda. Ja. Oh, hallo. Leuk. Leuk jurkje. Dank je. Ga je ooit terug doen? Ik heb een limonade, want ik wilde iets en geen frisdrank. Ja, echt jammer dat ze dan geen smoothie hadden. Hebben. En Lot heeft een... Dat is toch... Wat ik ook grappig vind is dat ik altijd koude koffie wil en het nooit er is. En jij wilt nooit en nu bestel jij het een keer. Is het precies zo, dit is toch hoe ik het zeg maar lekker vind. Het is gewoon echt koffie. Ja, het is gewoon echt koffie met melk. Maar jij hebt wel een smaakje. Ja, maar daar proef ik ook niet heel veel van. Dus het is niet heel niet zoet. Nee. Oh, lekker. Dus en ik heb aardbeien. Dat voor jou inderdaad ideaal is. Wow, echt niet zoet. Maar dat vind ik wel chill. Ja, dat is beter, hè. Ik hou niet van heel zoet. Maar je moet ook wat eten, hier. Vind ik, hoor. Waarom? Ik heb wel echt heel erg ontbeten juist. Oké, dan. Nee. Dus dat is ook niet een reden om het niet te doen. Nee, het is zoet. Je hebt het natuurlijk gedaan. Ja. Mijn ook. Kijk hoe zielig ik kijk. He, Lot. Ik heb een salade met gamba's, hij is 12,50. Ik heb wel lekker veel gamba's. Hij is 12,50. Dat vinden mensen interessant. Het is sla, tomaat, een ei, komkommer, wel heel puur. Ja. En de dressing moet je zelf maken met olijfolie. Nee, je hebt gevraagd of je op hart kon. Ja, oké, maar het is dus gewoon olijfolie. Ja. Zout en peper. Dus dat ga ik nu zelf maken. Ik heb een ijsje. Met jou. Ja? Ja. Dat is grappig, waarom is dat? Ja. Lot heeft citroen, ik heb meloen. Ik merk dan dat jij de volgende stop bij die oma. Die nu een glaasje water pakt. Deze spray. Zo lekker, van Action. Oh, heerlijk joh. En dan dit beetje wind, parasolletje. Tjoe. Ja, zeker. Maar dan moet jij daar eventjes je stoel wat naar voren schuiven, dat je ook doek op. Nee, maar ook als ik zit heb ik geen last van het. Geeft hij toch genoeg schaduw. Oh, wauw. Heel lekker. Oh. Kom maar. Oh ja, dat is water. Ja, maar het kan ook voor je make-up, maakt niet uit. Ja. Het is lekker goed. Lekker, hè? Ja. Ik herinner me dat je dat wel eerder had. Nu bij de Action voor echt 1 euro of zo. Niet te geloven. Leuk om cadeau te geven. Ja, zo lekker. Ja. Nou, dan ben ik er nooit en dan ben ik er weer. Ja. Lotte zei, kom je een paar uurtjes langs? Zei ik, nou, als ik ook naar oma kan. Zij moet toch wel een vriendin zijn waar je heel erg op gesteld bent. Want ik heb dan nooit gezien dat je zo vaak tegen me opruimt. Nee, ja, maar ik heb nu niet zoveel vriendinnen meer. Dus ik zie de vriendinnen die ik heb dan gewoon nog meer. Nee, goed, het is niet naast de deur, hè. 40 minuten. Ja. En mijn auto heeft geen airco, hè. Mijn auto heeft nu net een sauna. Ja. Bloed heet. Wat voor sauna, wat voor airco heb je gekocht? Wat geld had ik je gegeven? Hele goede. Ja? Wat, die blauwe? Is die blauw? Nee, wit. Jij zat in een blauwe doos. Oh, want ik kreeg iets blauws door. Hé, hey, kijk, ik ben blond. Ja, ik zie het. Ja, ik vind het mooi. Hè? Ja? Ja. Ik vind het ook mooi. Zelf gedaan, hè? Oh, wat goed. Later ik heb het ook zelf gedaan. En wie zorgt hier voor je huis? Als je er niet bent? Sanna. Rijdt ze dan van Weesp naar van Duivendrecht? Nee, Weesp. En niet Susanna, Shanna. Oh, die ken ik. Van middelbare school. Jij hebt trouwens echt goede oren, hè? Jij verstaat me altijd. Ja, maar het wordt wat slechter. Ik versta de televisie wat slechter. Oh, nou, heel veel mensen zeggen tegen mij altijd, wat zeg je? Vorige vlog staat nog niet eens online dat ik bij jou was. Nee. Maar wat is er nou precies gebeurd? Heb je op de camping gehad? Ja. En met zijn ouders erop? Nee. Ik heb jou gisteren gebeld, toch? Ja. Toch om te vertellen dat ik heb jou toch gisteren gebeld? Nee, vanuit de auto heb je iets gezegd. Maar ik dacht, het valt heel veel mee. En nu zie ik dus, ja. Ik ben ook helemaal moeder van joh. Het is nu menens, maar hij toont eindelijk inzet. Hij is echt sterk en dat is wat voor mij telt. Hij gaat er gewoon vol... Wat zijn we aan het doen, oma? Ik ben zo lelijk. Nee, wat zijn we aan het doen? Wat wij aan het doen zijn? Ja. We zijn voor het eerst eens aan het kijken op internet wat je daar allemaal kan kopen. Voor oma. Ze zoekt witte schoenen met iets leuks. Ze zoekt een lange katoenen pyjama. Ze zoekt een broek. En we kunnen het allemaal niet vinden. Ja, maar het zijn allemaal strakke broeken en dat wil ik niet meer. Ik wil een broek met een beetje uitlopende pijp. Maar ik wil dat oma de... leert dat je heel makkelijk online kan bestellen en dat ze het ook weer kan laten ophalen door Weekamp.
Ja. Zoals ze niet... Ik ben je heel dankbaar dat je me dat hebt duidelijk gemaakt. Ja, maar nu weet je alsnog niet. Ik vind deze schoen nog wat leuk. Zullen we die dan even in winkelman doen? Oh, nee. Het is me te snel. Daar moet ik dan eerst weer een dagje over voor denken. Maar het is leuk als je morgen al iets in huis hebt. Dan kan je naar uitkijken dat er... Ja, maar moet ik wel de hele dag weer thuis blijven. Ja, je kan ook 's avonds doen, hè? Tussen 6 en 10. Dat is ideaal. Mm. Hoe kom ik van dit nou weer terug op mijn gewone post? Op mijn mail? Oh ja. Wil die ook op je wensenlijst? Nee. Waarom doe je dat? Nee, die doet niks. Dit ook niet hoor. Dat ook niet. Alleen die schoenen. Ja, die misschien wel nog. Sassa mode is fijn. Nee, viscose zwart. Ik neem geen zwart in. Wil je ook corrigerende onderbroeken? Hey, luister eens, ja, ik zou eigenlijk überhaupt corrigeren om het goed niet te vragen. Oh. Hoe krijg ik dit nou weg, schat? Kruisje. Zie je maar? Ja, goed bezig. Oké. Okay. Hallo, ik ben nu bij H. En H is Nancy aan het maken. En ik ben even ondertussen aan het opzoeken over het FODMAP dieet. Waarbij je dus bepaalde koolhydraten die niet goed verteren je in de darm of zo, geloof ik. In ieder geval, ik denk gewoon dat ik PDS heb, prikkelbare darmsyndroom. En ik moet naar de maaglever-darmstichting, maar ik heb nog niet gebeld. Ze belde me toen ik met ons ook aan mandelen zat. En toen ben ik vergeten te terugbellen. Oh, doei. Ja, ze zijn aan het bellen, dus ik stop even met vloggen. Ik heb dus net een hele lijst gemaakt met allemaal dingen die je bij FODMAP wel niet op beperk mag eten. En ik weet nu zeker dat ik PDS heb, want gewoon dingen waar ik over twijfelde, die waren oranje. Van dat je niet te veel mag. Dingen waarvan ik het al dacht, die zijn inderdaad rood. Dus ik heb gewoon dat. Hij heeft dit gemaakt. En ik mag kip, wortel, rijst. Dat stopt me volgens mij sperzebonen weer niet. Rode peper wel. Maar het is best wel interessant. Dus doei. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je vlog leuk vond. En dat je duimpje omhoog hebt gedaan. Of het nu doet. En dat iedereen een beetje aardig blijft in de reacties rondom het hele gebeuren. Ik maak mijn eigen keuzes. En uiteindelijk maak ik de goede keuze. En ik ben heel blij met de stappen die ik heb durven zetten tot nu toe. En dit is gewoon het juiste. En als je dat dan niet gelooft, ga je dat vanzelf wel zien als je me blijft volgen. Maar blijf alsjeblieft een beetje aardig. Dat hebben we gezegd. Bedankt voor het kijken. Ik zie je op Instagram of bij mijn nieuwe vlog. Doei!